organisatie van Optimisten Tour ligt niet alleen bij het Watersportverbond en haar partner Allianz, maar ligt natuurlijk ook bij de verenigingen die samen het Watersportverbond maken en de vaarscholen. En we hopen natuurlijk ook dat met die gezamenlijke organisatie de kinderen de stap maken van de Optimisten Tourbak naar die verenigingen en die vaarscholen om nog meer te snuffelen aan de watersport. En Maxime Jonker die zit in Team Allianz, oftewel die zit in de Nederlandse selectie van zeilen. Max, laat ik met deze beginnen. Wat is dit? Heel goed. Nou ja, wat je ziet bij Optimisten Tour, het enthousiasme van de kinderen. Ondanks dat het toch een beetje koud is, ondanks dat het regent. De proefjes die ze moeten doen, maar ook kenmerken van het watersport te ontdekken. En dat het ook leuk is. Ja, Nederland Waterland, dus we willen overal naartoe. Die kennismaking met het water, het lijkt zo logisch, maar het is voor kinderen nog een hele stap. Dus ik nodig eigenlijk alle gemeentes uit. Neem contact met ons op, we komen heel erg graag langs. En laten we er samen iets heel moois van maken.